Welkom bij weer een nieuwe 10 en dit is de top 10 verboden videogames. Op nummer 10 staat Pokémon. Pokémon is in 2001 verboden in Saoedi-Arabië door religieuze leiders. Het zou symbolen van vrijmetselarij en Joodse praktijken bevatten en kinderen aan te moedigen om te gokken. Op 9 staat Carmageddon, een racespel waarvan het doel is om voetgangers te vermoorden. Het spelletje is verbannen in Brazilië en Duitsland en alleen in Engeland uitgebracht nadat de voetgangers werden vervangen door zombies. En dan op nummer 8, Football Manager 2005. Het spel is verboden in China door het neerzetten van Tibet als een apart land in plaats van een onderdeel van China. Als een winkel werd gepakt met het verkopen van het spel, kreeg het een boete en werd het spel in beslag genomen. Dan gaan we door met nummer 7. Mercenaries Playground of Destruction. Het is uitgebracht in 2005 en het is verboden in Zuid-Korea om de al bestaande spanningen niet te laten escaleren met Noord-Korea. Nummertje 6. Wolfenstein. Het vervolg op het populaire Wolfenstein 3D bevat nazi's, superwapens en monsters. Zoals het origineel is het niet toegestaan in Duitsland door de nazi-referenties. En dan op nummer 5, Manhunt 2. Bekend door de gruwelijke, meedogenloze en het nodeloze geweld. Het is verbannen in Nieuw-Zeeland en Ierland en een mildere versie werd gepubliceerd in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. En dan nummer 4, Postal 2. Een verboden spel met wildplassen, racistische stereotypering en homofobie. Het bezit en verspreiding ervan is strafbaar en er staat zelfs een celstraf op. Op nummer 3 staat Battlefield 3. Ondanks dat het nooit is uitgebracht in Iran, is het er toch verboden. In het spel wordt een aanval van Amerikaanse troepen op een fictieve terroristische groep in Iran gesimuleerd. En dan nummer 2. Mass Effect. In Singapore was dit tijdelijk verboden omdat je een lesbische relatie kon onderhouden met een blauwe alien. Ja, bizar. Maar om dezelfde reden is het ook verboden in de Verenigde Arabische Emiraten. En dan op nummer 1... alle videogames. Ja, echt waar! Want voor een korte periode in 2002 was het spelen van videogames in openbare plaatsen in Griekenland verboden. Het gebruiken van een Game Boy kon bijvoorbeeld resulteren in een celstraf van 12 maanden. Dit was hem alweer. Geef een duimpje omhoog. Laat hieronder een reactie voor me achter. En dan zie ik jou weer de volgende keer. Tot ziens!